tegenstander de Treffers is de kampioen gelijke speler. 7 keer over speelde de ploeg van Jansen gelijk. Dit is de openingsfase met de vrije trap voor de Treffers. De overtreding was er van Mibikulu. Dit is Drommel, de doelman. En een goede vrije trap, want die valt zomaar ineens binnen. En zo komt de Treffers op een 1-0 voorsprong. De oud-prof, de Bond. Tweede minuut wedstrijd. De Treffers dus op voorsprong en FC Twente weer eens op achterstand. Maartsdorf. Kijken wie er vrij staat. Weggewerkt en oh, goed gedaan. Verbeek. En zo begint de ploeg van deze Jansen. Die ooit in Europa Cup 1 won met PSV. Goed aan de wedstrijd. Maartsdorf. Met weer een goede voorzet. En weer gevaar voor de goal van FC Twente. Meeuwsen. Dichtbij dus de 2-0. De Treffers sterker dan FC Twente. Is dit een overtreding op Robin Jansen? Nee, mag doorgaan. Goed de voordeelregel toegepast. Goed afgelegd. En daar is bijna de 2-0. En in tweede instantie de lat geraakt door Meeuwsen. Maar wat een pech voor de Treffers. En wat was Meeuwsen dichtbij de 2-0. En de ploeg van Paul Bosveld heeft alle geluk van de wereld. En hier zien we ook Sander Bosker. Twee routiniers dus op de bank bij de belofte van FC Twente. En de Treffers gaan door. Dit is een goede voorzet. Weer miscommunicatie. Ja, dit is echt... Ja, dit past eigenlijk wel bij het beeld van FC Twente. Jensen, de aanvoerder in de fout. En de 2-0 gescoord door Mutsers. Ja, comedy capers al om. Dan is de wedstrijd al eigenlijk gelopen voor rust. Daar nog bijna de 3-0. Dan de tweede helft. Met balbezit voor FC Twente. Een van de sporadische aanvallen met Oosterwijk. Die vindt Dylan George. Het is niet meer dan een doeltrap. Kan de ploeg van Paul Bosveld nog terugkomen in de wedstrijd? Drommel. Ook een man met Eredivisie ervaring. Maar ja, dat straalt hij hier niet uit. Want dit is de kans op 3-0. Ja, hij maakt het wel goed die fout. Op de inzet van Mutsers. Dan Twente. Samoro heeft wat ruimte. Oosterwijk, Willem, die krijgt hem. Oosterwijk van afstand. Gaat het nog spannend worden? Jari Oosterwijk in de 65e minuut met de aansluitingstreffer. Ja, niemand zet druk bij de treffers. En dan valt die bal gewoon binnen. Kan Twente nog terugkomen? Dit is Van der Heijden. Richting wie? Richting George. Dit was de mogelijkheid op 2-2. Twente wil meer. Twente wil een gelijkspel. Van der Heijden. Oosterwijk. Oosterwijk. Nou, nu dan. Goede reactie van doelman Cornelis op de inzet van Ruben de Jager. Een heel ander FC Twente in de slotfase van deze wedstrijd. Met George. Is dit een strafschop? Nee, maar wel een vrije trap, zegt de scheidsrechter. De overtreding was er van Keukens. En de vrije trap. Ineens geschoten door alles en iedereen gemist. En zo blijft het 2-1. Heeft Twente de 11e nederlaag van het seizoen te pakken. En wint de Treffers voor de 5e maal dit seizoen. De Treffers heeft aansluiting met de middenmoot. En FC Twente staat onderin de tweede divisie.